Goeiedag en welkom bij een andere aflevering van Q-Time. Vandaag praten wij met Soraya Wijntuin. Zij is Oceans Officer van het Wereld Natuurfonds dat hier in Suriname gevestigd is. Vandaag maken we een babbeltje met haar om ons meer te vertellen over wat deze functie precies inhoudt. What we need is a little Q-Time. Dag Soraya, welkom in Q-Time. Goedemorgen, dankjewel. Oké, jij bent Oceans Officer hè, van het WWF. Wat houdt Oceans Officer zijn precies in? Ja, dat klopt. Mijn Oceans Officer houdt in het implementatie van het project. Ik ben dan voornamelijk belast met de zeeschopparenactiviteiten en onze projecten om te zeeschopparen. Dus dat onder andere in samenwerkingen met partners aangaan. Ook alle activiteiten uitvoeren, door middel van consultants of andere partners met wie we samenwerken. En we zoeken naar nieuwe funding voor onze komende projecten. Ja, oké. Hoe kom je bij die baan terecht? Is er een speciale specificatie van kennis of een speciale scholing of een studierichting die je nodig hebt om hiervoor in aanmerking te kunnen komen? Ja, dus op ADEC heb ik de studie Milieuwetenschappen gestudeerd met als oriëntatie Milieumanagement. En vervolgens heb ik dan ook mijn masteropleiding gedaan in Biodiversity Conservation and Sustainable Development in the Caribbean bij UWI Internet en Tobago. Okay. Dus vandaar dat ik dan ook terecht ben gekomen bij WWF. Vooral omdat ik echt van die link hou van wildlife. Maar ook om te kijken hoe kan je zo duurzaam als mogelijk ontwikkelen door samenwerkingen aan te gaan met de overheid, maar ook met lokale gemeenschappen. Oké, dus dat helpt natuurlijk ook wel dat er een studie is die milieuwetenschappen is. Had je een bepaalde voorliefde voor zeeschildpadden? Niet direct, ik hou wel echt van dieren. In het begin was ik eigenlijk heel terrestrisch. De voorgaande projecten die ik heb gedaan en ook bij mijn voorgaande organisatie was ik echt compleet terrestrisch gegaan. Maar naarmate ik mijn master begon te doen... Wat is dat, dat woord dat je zegt? Ja, terrestrisch zijn echt landdieren. Oh, terrestrisch, oké. Okay. Ja, volledig op land toen. Ja. Zowel met dieren als monitoring en gemeenschappen al. Ja. En toen ik eigenlijk mijn masterstudie begon te doen, kwam ik meer in aanraking met de oceanen. Vooral ook omdat het Caribisch gebied echt gefocust is op mijn oceanen. Dus vandaar kwam het toen. En dan kwam je automatisch in aanmerking met zeeschildpadden. En toen zag ik ook hoe erg onze zeeschildpaddenpopulatie was bedreigd van Suriname. Dus vandaar dan toen eigenlijk ik meer die kant op ben gegaan met mijn studie. Oké, dus jouw functie, want je legde net uit wat je allemaal moet doen, is denk ik deels op kantoor, zeg maar. Het is ook een desk dingen met mensen vergaderen, documenten nalezen, informatie opzoeken en opvragen, samenwerkingen aangaan en samenwerkingen zoeken. En een deel denk ik ook echt in de uitvoering, hè? Wanneer je praat over het zeeschildpadden behouden, is eigenlijk het eerste dat je in je te binnen schiet, is dat je daadwerkelijk eigenlijk een beetje more on the ground moet zijn. Maar het is eigenlijk ook best wel een kantoorbaan. Hoe verhouden die twee dingen zich met elkaar? Heb je het gevoel dat wanneer je on the ground bent, dat je echt hands-on meer kan doen? Dus hoe ga je daarmee om? Ja, dat is best een moeilijke vraag. Hè? Maar het is eigenlijk afhankelijk van de periode waarin we zitten. Overigens ben ik wel iets meer op kantoor dan on the ground. Dat komt ook omdat ik heel veel activiteiten uitvoer samen met mijn partners. Want je kan nagaan hoe gigantisch veel activiteiten er soms plaatsvinden. Hierbij werk ik heel veel met natuurbeheer en zonsbosbeheer, echt LBB. Dus zij zijn echt onze uitvoerende partner. Overigens ga je ons wel in het veld zien als we presentaties geven, voorlichtingssessies, met de scholen bezig zijn met awareness creëren. Dus eigenlijk in die gevallen zie je ons echt meer in het veld. Of als we trainingen geven in samenwerking met onze partners, of eigenlijk zelfs aan onze partners. Ja, oké. En eigenlijk is het daarnaast meer het werk, het uitvoerende werk overlaten aan de mensen waarmee jullie samenwerken. Toen jij op school zat, was dit het soort werk wat je je had voorgesteld dat jouw studie zou gaan bedienen? Toch wel, want vooral omdat ik ook in mijn oriëntatie ben gaan compleet milieumanagement. Dus daar krijg je echt wildlife beheer, wetgeving en hoe voer je eigenlijk managementprojecten uit. Dus daar kwam je eigenlijk al in aanmerking met het veldwerk, maar ook
in kantoor werken van hoe beheer je project en hoe moet je deze uitvoeren. Dus daar is wel een beetje op voorbereid wat je kan verwachten. Ja, oké. Okay. Je maakt een opmerking daarnet waarbij je aangaf dat het eigenlijk best heel slecht gesteld is met onze zeeschildpadden. Wat kan je ons vertellen over ze en de status van hun duurzaam voortbestaan op dit moment? Dus vooral als we nu kijken naar de uitkanties, zien we dat deze echt drastisch is gedaalde populatie. Dan kijken we echt vanaf 2001 hoe de populatie eigenlijk is gaan gedragen de afgelopen jaren. En we zien echt een behoorlijke terugval nu. Het is ongeveer 97% een achteruitgang hebben geconstateerd in Suriname. Dus het is echt behoorlijk hoog. En in 2018 eigenlijk was het alarmbelletje gaan rinkelen toen eigenlijk onze Franse collega's ons hadden aangegeven van in Frans-Guyana is hij al 99% achteruit gegaan. Dus toen we dat hoorden hebben we contact gemaakt met de overige landen met wie we ook samenwerken. Dus Guyana, Trinidad en Tobago vooral. Om ook na te gaan van hoe is het bij hun, want we delen eigenlijk de populatie. En toen kwamen we erachter dat het eigenlijk in de gehele regio achteruit ging. Dus toen hadden we ook besloten om het gezamenlijk aan te pakken als regio, vooral omdat het een migrerende specie is. Dus hij gaat echt van land naar land en hij gaat helemaal naar Canada om te gaan eten, echt om te forageren. Dus daar kan je nagaan hoeveel landen er uiteindelijk betrokken zijn als we dit samen willen gaan beschermen. Want als daar één land ligt, komen we echt niet daar. Dus toen hebben we ook samen besloten om een project te schrijven. We zijn nu in het derde jaar van dat project. En we zijn in mei hadden we onze validatiemeeting. Waarbij we nu een regionaal actieplan hebben ontwikkeld voor het wijders Caribisch gebied. Waarin dan daarin staat gedefinieerd wat zijn de dreigingen die wij als regio hebben geïdentificeerd. Wat is de impact ervan, de grootte van deze bedreiging. En welke mitigerende maatregelen kunnen wij als regio hieronder ondernemen. In de komende maanden gaan we ook praten met alle landen in de regio. Om ook te zien wat kan jij als land beginnen te doen aan deze mitigerende maatregelen. Want we snappen best dat er verschillende nationale plannen al waren per land. Dus moeten deze worden gewijzigd, worden opgedate of zijn ze al goed in de staat waarin ze zijn. Want er zijn zoveel stakeholders als we al kijken per land laat staan als we het regionaal willen gaan doen. Dus we hebben wel besloten van niet samen moeten we dit sowieso doen. En per land gaan besluiten van wie kan wat op zich nemen en wat gaan we echt nationaal doorvoeren en wat heeft echt een regionale aanpak nodig. Ja, oké. Okay. Als je, heb je enig idee, heb je wat cijfermateriaal, enig idee hoeveel zeeschildpadden er jaarlijks aan land komen in een seizoen? Dit varieert wel. Het lastige wat we al hadden is door corona was het echt moeilijk om de stranden te bezoeken. We hadden dit ook met Natuurbeheer en zelfs onze lokale gemeenschappen. Dus je kan je voorstellen, in 2019 werd het al een beetje moeilijker, want toen kwamen we eigenlijk al richting die lockdowns. In 2020 konden we eigenlijk Galibi niet eens monitoren, vanwege de zwaar hoge gevallen in Frans-Guyana. En eigenlijk sinds 2021 proberen we dit weer op gang te brengen. Vooral omdat we nu ook met de lokale gemeenschap in Galibi werken, die nu ook helpen data te verzamelen. Dus stel je voor dat we weer in een lockdown zouden gaan, hebben we altijd een partner die door kan gaan met verzamelen. Terwijl Natuurbeheer dan doet voor Brownspunt. Dus we hebben nu wel echt een samenwerking tussen iedereen. Omdat de data ook wordt gedeeld. En dat er altijd data kan worden verzameld gedurende het legseizoen. Ja, oké. Okay. Ik heb nog 100.000 vragen. Maar twee zijn belangrijk. Want we hebben natuurlijk ook niet eindeloos veel tijd. Hebben we allemaal als landen die je genoemd hebt in het samenwerkingsverband dezelfde bedreigingen? En ik stel me zo voor, als we het verhaal van de zeeschildpadden kennen, dan zijn er twee hele grote bedreigingen. Eén zijn de vissers en twee zijn het feit dat de eieren worden opgegeten door mensen, voornamelijk, ja. Denk ik. Want ik denk dat door dieren is het een beetje een natuurlijk verloop, maar mensen veel. Zijn dat ook de twee, ik neem aan dat het klopt wat ik zeg, dat dat de twee grootste bedreigingen zijn. Zijn het in andere landen ook die twee redenen of zijn er andere redenen? Van de vissers is wel een van de grootste bedreigingen die we hebben gezien. Dat is echt bijvisvangst. Dat ze vissen vaak in de netten, in de lijnen en daardoor verdrinken. Dus dat is wel de grootste hele regio hebben we ook opgemerkt. Bij de tweede kan het best verschillen. Want bij ons is het echt illegale consumptie van de eieren. Terwijl het in andere landen vanwege de wetgeving is het soms wel weer toegestaan en dan weer niet. Dus dat maakt het soms best complex hoe we het ook moeten interpreteren van oké, wanneer mag het wel, wanneer mag het niet. Want bij ons is het geheel verboden.
Maar bijvoorbeeld andere landen hebben bijvoorbeeld ook last van hotel development op hun stranden. En dan is het echt ook omdat bij ons hebben we echt het geluk dat beide van onze legstranden beschermd zijn. Maar in de regio hebben we wel vaker gezien dat ook al zijn die netstranden zo belangrijk voor hun, of hebben ze zoveel zeeschildpadden komen leggen, dat ze geen beschermde status hebben. Dat het eigenlijk gewoon een ecotourisme resort is, of dat een hotel gewoon erop wordt gebouwd. Dus dat is toch wel wat lastig. En waar wij dan wel weer een verschil in hebben, is dat we ellendig veel erosie hebben op onze stranden. Vooral als we kijken naar Bramsman, waarbij de zand echt zo snel weggaat met de zee. Dat het echt gewoon steeds kleiner en kleiner wordt. En vooral met Bramsman dan een van onze belangrijkste legstranden is. Vooral voor de uitkanti in Suriname. Dus er zijn wel veel gemeenschappelijke bedreigingen die we hebben. Maar ligt het ook aan van hoe zit onze wetgeving in elkaar, waarbij we het echt kunnen koppelen aan het is illegaal of we kunnen echt direct er iets aan doen. Ja, oké. De samenwerking, binnen hoeveel tijd denk je dat dat inderdaad zijn vruchten zal afwerpen? Want als je eventjes een ruwe schatting zou nemen, er zijn 2000 uitkanties die komen, noem maar wat, per jaar. Daarvan is 95% gestopt met komen. Dat wil zeggen dat er maar 10 uitkanties nog komen, 20. 10%. Ja, 5% tot 10%. 5% is maar 100. Dus er kwamen 2000 en er zijn er nu nog 100 die er komen. Het gaat natuurlijk sneller afbreken en opbouwen. Want hoe snel kunnen die 100 uitkanties, als er niks met ze gebeurt, want als zij ook nog er iets met hun gebeurt, gaat het nog meer achteruit. Hoe snel zouden deze 100 uitkanties weer 2000 kunnen worden? Dat kost best wel wat tijd en moeite, denk ik zo. Ja, precies. Dus wat we nu hebben gedaan, ons regionaal plan is voor de komende 5 jaren. Dat we vast kunnen zien, als we maatregelen nu treffen, hoe gaat de populatie zich herstellen? Want we mikken eigen erop dat hij zo stabiel als mogelijk wordt. Dat de mensen geen achteruitgang meer zien. Weten we dat het nog best een tijdje gaat duren om de populatie weer te gaan zien groeien. Dus nu ons streef is nu echt om zo goed mogelijk stabiele populatie te creëren als dat kan. Ja. Oké, okay. Soraya, onze tijd zit erop. Ik vind het wel een heel erg interessant onderwerp, maar ik wil je hartelijk bedanken voor het sharen van de informatie. En hopelijk komt dit interview terecht bij de juiste mensen, waardoor je zegt van, hey boy, is een schildpadde eino echt zo belangrijk? Dat is 1. Maar 2, ja, ik denk dat het visserijprobleem een groter probleem is dat op ander niveau opgelost gaat moeten worden. Want dan praat je over economische activiteit. Ik had toch nog even 1 heel snelle vraag, want ik vind het wel belangrijk. Wat gebeurt er als er geen zeeschildpadden meer zijn? Ja, dus de impact kan echt heel groot zijn, want de zeeschildpadden houden ons ecosysteem echt in balans. Zoals we kijken naar de uitkanti, is de uitkanti eet kwallen. Dus dan moet je nagaan, als de uitkanti er niet meer is, heb je overwintig veel kwallen. En kwallen eten weer visjes. Dus de impact die je kan hebben is echt, als we kijken naar Suriname op onze visserij, want Suriname heeft best een grote productie aan visserij. Als we zo kijken, is het ook heel erg economisch waardevol voor ons. Dus als er zoveel kwallen zijn, kunnen ze onze economische waardevolle visjes opeten, waardoor dat gewoon kan collapsen. Dus als we het echt daaraan koppelen, zien we ook echt van hoe belangrijk het is dat wij het als Suriname ook gaan beschermen. En ook echt alles op alles zetten om dit te kunnen doen. Misschien is dat de pitch voor de vissers. Ja. Als ze zo doorgaan, is er niks meer om te vissen. Soraya, hartelijk bedankt. Heel erg veel succes met de uitvoering van het werk. Dank je, Ode. Thank you so much. Is goed. Yes. Thank you. Bye. Doei. Dat was een interessant gesprek met Soraya Wijntuin van het WWF. Zij is Oceans Officer en verantwoordelijk voor het monitoren van de projecten die gaan over het beschermen van onze zeeschildpadden. Ze heeft in een heel kort interview heel veel belangrijke informatie gegeven waar ook wij aandacht aan moeten schenken. Want hoe je het uit of keert, de zeeschildpadden die zijn, zoals het zelf heeft uitgelegd, een heel erg belangrijk onderdeel van ons ecosysteem. Die natuurlijk ook weer zorgt voor balans voor onze kust en daarmee ook in onze visserijsector. Dus ik zou zeggen, laten we er niet licht over nadenken en onze bijdrage leveren om ook de zeeschildpadden te redden. Dank wel voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV.
entertain, to inform, to inspire.